Sjors, een pijnlijke 0-3 nederlaag vanmiddag. Ik kan me ook voorstellen dat je deze niet zag aankomen op deze manier. Nee, zeker niet. En dan vooral ook de manier waarop niet. Dat je het zo voor wedstrijd eigenlijk zelf volledig weggeeft en daarmee al klaar bent na 10 minuten. Ondanks wat je daarna allemaal probeert met omzettingen, vroege wissels, andere tactieken. Ja, geef jezelf gewoon binnen denk 1,5 minuut tijd. Tussen minuut 8 en minuut 10 ergens in. Geef je alles weg. En niet omdat zij het zo fantastisch goed deden, maar dat je zelf gewoon de kaas van je brood had eten. Want dan was het gevoel waarschijnlijk ook anders geweest. Dan klap je van ja, mooie goal. Maar dit zijn verwijtbare goals, denk ik. Ja, en vooral op karakter vind ik. En dat is zonde. Deze jongens zijn geweldig. Ze willen heel graag. Ze werken hard. Alleen met alleen maar hard werken en je best doen, kom je er niet. Je moet weten wat er wordt gevraagd in de Eredivisie. Welke momenten je er moet staan. Welke momenten bepalend zijn in een wedstrijd voor resultaat. Ja, nu zie je, dan geef je niet thuis in een seconde of 90. En daarmee kost je hele wedstrijd. Dan kan je nog zo'n leuke voorbereiding draaien. En als ze veel theorieën hebben over hard werken en knokken. Het gaat om momenten in de Eredivisie. Ja, en die waren vandaag niet goed genoeg. En dus grijp je na een half uur grijp je al in. Nooit leuk natuurlijk. Maar probeer je los van dat je niet tevreden bent over de jongens. Probeer dan daarnaast ook nog iets te bewerkstelligen. Ja, vooral dat. Je wil vooral de ploeg helpen. Het gaat niet om welke speler dat wel of niet heeft gedaan. Maar dat je als ploeg het signaal moet afgeven. En ook vanaf de kant. Dat het niet te accepteren valt. Dat deze manier van spelen niet is wat wij willen. Waar we voor staan, waar we over praten, waar we over trainen. En dat het echt anders moet. Dus één in de eerst had er ingegrepen al met een dubbele wissel. In de rust nog eentje en een andere formatie neergezet. En daarmee hoop je schade te kunnen repareren. Maar weet je ook al, twee zulke snelle goals. Dat is heel lastig te repareren. En het liefst gebeurt dat ook niet. Dat de jongens, ik ben er zelf ook wel eens, is het mij ook wel eens overkomen. Dat willen we gewoon niet, dat de jongens na een half uur naar de kant gehaald worden. Dus dat is gewoon kloten. Ja, hij probeert dan natuurlijk nog iets te bewerkstelligen door jullie te brengen. Wat probeer je dan te brengen, wat er dan op dat moment blijkbaar niet is? Ja, bij mij de opdracht was vooral dat ik het veel moest gaan organiseren, zeg maar. Heel veel gaan praten met de jongens om me heen en met Sylvester. Dus dat was de opdracht en dat of Sylvester mee moest lopen met zijn man of juist door moest stappen en ik overnemen. Dus vooral de communicatie en dat is wat de trainer vroeg. Verder moet je aan hem vragen wat hij nog precies erbij dacht. Maar. Tweede helft, dan probeer je natuurlijk nog alles op alles te zetten, aanvallend te wisselen. Maar het zat er vandaag gewoon niet in, denk ik, hè? Nee, dat was niet goed genoeg, wat we brachten. Dus... Ik denk ook niet heel veel grote kans als ik nu nadenk. Ja, eerste helft nog eentje. Maar met het opportune spel hebben we denk ik ook niet heel veel gecreëerd. Dus daar moeten we ook goed naar kijken. Ik zelf ook dat ik een paar keer een lange bal niet goed gaf, vond ik. Maar ook een paar keer dat we gewoon daar... je moet daar ook een beetje geluk zoeken. Je moet gewoon duel aangaan en springen. En je tegenstander ook aanraken. En ik denk dat we ook te weinig hebben gedaan daar. En los van dat je weinig creëert, krijg je wel een ultieme kans nog voor rust, hè? Ja, dat is natuurlijk wat je hoopt na zo'n wissel, een dubbele wissel zelfs in de eerste helft. Je krijgt een hoop corners in de eerste helft, je krijgt die vrije trap, die bal wordt losgelaten. Ja, dat zijn momenten dat je aan de andere kant verschil kan maken. Dat een bal dwars door het net heen moet. En dan weet je of die buitenspel of niet was, want daar hoorde ik wat vage verhalen over, maar zo'n bal moet in ieder geval door het net heen. Want hoe zij hun kans afmaken, geven ze twee kansen, maar ze schieten ze ook allebei aardig binnen. En dat is natuurlijk wel de doortastendheid die je moet hebben om resultaat te halen in de Eredivisie. En hetzelfde geldt denk ik ook bij die derde goal van Veerman. Hè? Dat is natuurlijk ook niet goed. Nee, dat is echt typerend voor dat je met leuk en lief en aardig in het leven ver komt. Maar niet op het voetbalveld. Natuurlijk is duidelijk, er moet wat anders gebeuren. Dat wel. En er moet sowieso gewonnen worden. Maar er moet ook op een andere manier gevoetbald gaan worden. Alleen nou om heel dom dingen te gaan schreeuwen en zeggen. Voor mij persoonlijk heeft dat geen nut. En dat heb ik toen toen het zo goed ging met feestvieren, dan ben ik ook niet heel uitbundig. En dan nu, tuurlijk in de kleedkamer en in de club wel. Maar je moet wel goed na blijven denken. En dan moeten we wel eerlijk zijn tegen elkaar. Ja. Want van buitenaf wordt er natuurlijk al heel snel geroepen van er is een gebrek aan kwaliteit. Maar ik denk dat jullie ook wel moeten voelen dat er meer in zit, denk ik. Er zit ook meer in. Ik denk dat trainer net best wel mooi zei in de kleedkamer. Of mooi, hij zei wel van we hebben nu 6 weken met hem zijn we bezig. En ik weet zelf ook niet hoe, maar er stonden vandaag andere jongens op een of andere manier.
Trainer was zelf ook, hij zei, of hij weet niet of hij boos is of verbaasd. En ik zelf ook ben ook eigenlijk verbaasd van hoe dat dan zo kan. Omdat er geen reden voor is. Je bent nog niet eens op de helft, 20 wedstrijden. Dat is best wel gek. Alleen ja, als je wel constateert, nou, dan moet het wel anders. En dan, ja, dat zullen we moeten doen. Het grootste verwijt, en dat is ook bij mij, want ik ben uiteindelijk verantwoordelijk. De ploeg is totaal niet de ploeg geweest die ik de afgelopen week heb leren kennen. Dat is een ploeg met heel veel energie, die praat, die schreeuwt, die met de borst vooruit speelt. Nou, ik heb vandaag een ploeg gezien die angstig was, teruggetrokken, stil, passief. En ik heb gezegd, wat er ook gebeurt, wat er ook nog fout gaat de komende weken, maanden, op deze manier verliezen, dat nooit meer.